Heerlijk. Kijk eens, alsjeblieft. Merci beaucoup. Kijk, koffie. Ja, ik zie het, ja. En wat zijn er voor taartjes? Heb je misschien chocolaatjes. Zulke grote chocolaatjes. Oh, ik heb niet gezien. Van harte welkom allemaal op deze binnenstadsavond. Wat knap dat u bij hier, waar je toch het liefste bij de kachel zou gaan zitten, toch de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. En om eens te kijken naar al die projecten die we doen in de binnenstad. Over de plannen van het sluiskwartier, over het fietsparkeren in de binnenstad, de restauratie van de Vergkerk. En natuurlijk de Noorderbergpoort garage die we hopelijk komend jaar ook aan gaan pakken. Dus straks... Plezier met de presentatie. Rock and roll. Kunt u mij verstaan? Ja. Oh, rock and roll. Het piept een beetje. Misschien moet ik aan die kant gaan staan. Is dat beter? In het midden. In het midden. Ga lekker zitten. Waar? Nee, voor het verjaardag. Het is allemaal boven de 50 hier, hè? Zeker. Ik doe het even zo, dan kunt u de plekken. Met uitzondering van de kelder. De kelder behouden we en daar bouwen we de bibliotheek overheen. De bibliotheek wordt iets anders van vorm als het huidige gebouw. Maar alle bomen die er in de omgeving staan, die behouden we. En onderdeel van de bibliotheek wordt het pand aan Stroommarkt 19, wat ook wel La Fontana wordt genoemd. Dus dat is... afbreken. Met de herinrichting van het Lamme van Dieseplein is het al heel stuk beter geworden en ook weer heel mooi groen. Pand met daaraan de Stroommarkt. De Stroommarkt maken we eigenlijk twee ruimtes van. De korte Stroommarkt, zoals we het noemen, en de lange Stroommarkt. Een langvormig plein en een klein pleintje, doordat we het gebouw ietsje langer maken. En aan deze zijde maken we hem iets smaller, waardoor die oude proosdijtuin over de hele Lamme van Dieseplein tot en met deze achtergevel van het proosdij 19 door kan lopen. Dus waar je binnenkomt, daar loop je een paar treetjes omhoog naar het tweede gedeelte van de bibliotheek. En die is dus wat hoger, zodat je eigenlijk ook over de auto's heen kijkt. Dat kun je hier zien. Dit is de verdieping en is net een metertje hoger dan de begane grond aan één stuk van de bibliotheek. Zodat je vanuit de nieuwbouw ook steeds kijkt op het oude gebouw. En die zijn tegelijkertijd ook los van elkaar gehouden middels een grote transparante zone. Zodat je vanaf de Stroommarkt... Nee, stop. Dan proef je de bouillon niet, hè? Nee. Dankjewel. Ja, iets maar. Dankjewel. Nou, ze staat jou. Omdraaien. Nou, dat was een hele informatieve avond hier van de gemeente. Met een lekker balletje erbij en een glaasje zonder body. Maar dan gaan we er nog een paar van drinken en dan merken we er helemaal niks meer van. Kijk, mooi. Alsjeblieft. Dank je wel.